Het gerecht wat ik heb gekozen is lichtgerookte Iberico varken met een salade van gepofte paprika, rood, geel en groen. Daarbij serveer ik een zoete aardappel, ook gepoft op de barbecue, met een saus van Rioja, Spaanse wijn. De paprika's die pof je gewoon tot ze bijna zwart zijn op de barbecue. Daarna is het beste om in te pakken in aluminiumfolie. Dan pel je ze wat makkelijker. De aardappel is het makkelijkste om even in aluminiumfolie met tijm, rozemarijn, knoflook, zout even 30 minuutjes voor te bakken in de oven. Dan heeft hij niet zo lang nodig op de barbecue. De Iberico varken komt uit het noorden van Spanje. Leven heel goed op boerderijen, eet alleen maar noten, daarom heb je ook echt een nootachtige smaak. Het vet mag je er best aan laten zitten, want het zorgt ook voor de smaak. Waar je op moet letten bij de Iberico, je rookt hem eerst licht. Dat kan je of doen in een pannetje met een zeefje en een deksel erop, of je hebt een rookoventje. Belangrijk is ook eens, als je gaat barbecuen, dat je erop let dat je de barbecue natuurlijk heet is, maar dat je het vlees blijft draaien, dat de hitte aan elke kant komt. Dat is zeg maar zo de mooiste cuisson, gaarheid, zou hebben. Nou, al met al een prachtig gerecht voor op de barbecue. Voor een lekkere zomerse dag. Ik zal lekker ook de Rioja wijn erbij schenken. Dat brengt de smaak meer omhoog.